natuurlijk veel kijkers denken van ja, horen laptops al on stage? Ja, ik vind dat wel. En ik zal je even ook laten zien waarom eigenlijk. Ja, laptops geven u, het gaat eigenlijk vooral op de software die erop staat, geven u gewoon duizenden en mogelijkheden om dingen op gebied van sound en wel live en zo. Dus het heeft mijn leven als keyboardspeler echt wel veel makkelijker gemaakt. Ik zal misschien een klein overzichtje geven hoe het er eigenlijk dan visueel uitziet. We hebben hier eigenlijk een soort live overzicht waar dan alle nummers die we live spelen staan opgestomd. Dus ik kan daar gewoon snel tussen scrollen. Dus ik kies gewoon een nummer om mijn klank te spelen. We hebben hier ook nog een overzicht van de modulaties die we op de klanken gebruiken. Dus die komen visueel overeen met de knoppen die ik hier heb. En ik kan ook snel zien, ik heb hier dan ook een visuele weergave van mijn toetsenbord. En ik kan zien waar alle klankjes verdeeld zijn over het toetsenbord. Soms zijn er terecht te veel en heb ik eigenlijk een beetje een visueel hulpstukje nodig om te zien waar al die klankjes geprogrammeerd zijn in mijn laptop. Het grote voordeel van Mainstage, er zijn eigenlijk twee grote voordelen. Eén, je kunt verschillende klanken over elkaar beginnen leggen. Dus je kunt bijvoorbeeld een pianoklank nemen. Daar leg je dan nog eens een synthklank op en daar leg je nog eens bijvoorbeeld een pizzicato-geluid op ofzo. En je speelt gewoon een melodie en je speelt die drie klanken tegelijk af. Dus dat is een super groot voordeel. Je kunt klankjes beginnen leren. Het tweede grote voordeel is, er zit een mixer in. Dus het vraagt een beetje werk, ik weet het. Maar je kunt eigenlijk al je sounds en je setup volledig afmixen. Dat vraagt wel, zoals ik al zei, investering van tijd. Dus ook een goede PA-repetitie helpt erbij. Maar dat maakt dat je dus perfect een hele mix kunt maken met EQ, compressie, reverb, delay, noem maar op. Je fantasie is eigenlijk de limiet. Volledig afgemixt. Ik kies een nummertje en ik ben klaar om te spelen. Voor mij bestaan goede arrangementen eigenlijk drie delen. Het eerste is eigenlijk het melodiegedeelte of het harmonische gedeelte. Dus je maakt de melodieken en akkoordenreeks erbij en zo. Dus eigenlijk ook het belangrijkste van een arrangement natuurlijk. Een goede melodie, daar komt eigenlijk het verste mee natuurlijk. Het tweede belangrijkste voor een goed synth arrangement is eigenlijk sound. Dus hoe klinkt, dus je hebt dan een melodie gevonden, maar hoe gaat die melodie dan eigenlijk klinken? Welke klank geeft het eraan? Geeft het daar een heldere klank aan of een warme ronde klank? Dus als keyboardspeler, een groot voordeel natuurlijk, heb je keiveel mogelijkheden. Je hebt een superbreed palet van kleuren en van sounds die je kunt gebruiken. Natuurlijk ook het grote nadeel. Je kunt eigenlijk een beetje in verloren lopen natuurlijk. Hè. Je hebt soms iets te veel mogelijkheden. En dan heb je eigenlijk nog een derde ding wat ik zelf heel belangrijk vind, want het is eigenlijk heel subtiel, soms niet. En dat is eigenlijk modulatie. Ik vind het zelf altijd heel leuk om mijn klanken een beetje beweging mee te geven. Dat kan heel subtiel zijn, maar dat kan ook heel overduidelijk zijn. Dat kan gaan van heel subtiel, bijvoorbeeld een filter die zachtjes open en toe gaat. Heel de tijd, ongeacht wat jij muzikaal doet. Die heeft zijn eigen tempo en dat maakt dat elk altijd de klank een beetje anders klinkt, bijvoorbeeld. Dat kan zijn uw klank door een tape delay plugin sturen. Een tape delay heeft als karakter dat eigenlijk onvoorspelbaar is, dat versnelt en vertraagt we. Dus dat maakt dat je pitch een beetje op en neer begint te gaan. Dus het is eigenlijk ook een subtiele modulatie dat je kunt gebruiken om je synthklanken een beetje organischer te maken en zo. Dus puur melodie kun je op zoiets uitkomen. Dan met harmonie erbij, dus met akkoorden erbij. Dus dat is eigenlijk puur harmonie en melodie. Dus je kunt er dan een stap verder in gaan en dan kun je natuurlijk op sounds beginnen werken. Eigenlijk bepaalt de sfeer of de inhoud van het nummer de klanken die je eigenlijk nodig hebt of die je gaat gebruiken. Dus bijvoorbeeld voor een rocknummer kan dat agressiever zijn, dus meer distortion en zo. Dus dan kom je eigenlijk meer op zoiets zoals dit uit. Thank you.
Numen heeft echt bepaald van dit soort planken moeten dat eigenlijk zijn. Maar een ander voorbeeld kan ook. Dus de melodie die ik daar juist speelde, is eigenlijk een heel lyrische melodie. Dus moest ik ook meer een klank hebben dat die melodie extra in de verf zette. Dus zoals lyrisch mocht een beetje bovenaan de muziek liggen. Dus gaan we ook van een heldere klank die echt door de muziek snijdt. En dan komt er natuurlijk op dit uit. Echt, snijdt gewoon door de mix en dan maakt dat die melodie er schoonlijker uitkomt natuurlijk. Soms moet er gewoon ook inderdaad een sfeertapijtje liggen natuurlijk. De melodie is heel simpel, het zijn eigenlijk maar twee noten, maar omdat je daar met klank begint te experimenteren, kun je er toch een heel ook wel impact erdoor natuurlijk. Dus uiteindelijk is dan hier klank de bepalende factor in plaats van de melodie natuurlijk. Maar ik vind dat wel boeiend, zo die dingen. Zo. Het hoeft niet altijd het klassieke melodietje te zijn natuurlijk. Soms ook gewoon puur op klank werken is eigenlijk ook heel tof. Hoe begin je er nu eigenlijk aan, zo, aan klankjes kiezen of klankjes maken voor een arrangement? Er zijn eigenlijk twee tips of dat ik erin kan geven. Eén, het helpt om veel van synthese te kennen. Dus je ziet hier dan, ik weet niet, te veel knoppen op. Het is eigenlijk belangrijk dat je echt goed weet van die knop, dan gebeurt dat met mijn klank. En als ik aan die knop, dan gebeurt dat met mijn klank. Het duurt wel even voordat je dat echt goed door hebt. Zo. Het is niet zo evident soms. Bijvoorbeeld, daar hebben gitaristen het dan wel wat makkelijker mee. Je hebt met drie knoppen en die zijn rond. Ai, dus. dus voilà. Je ziet soms ook wel de paniek in je ogen als er een vierde knop bij komt. Hè. Dus, dus dat is een belangrijk tip. Leert u uw synthese goed en zorg ervoor dat je echt uw synth van buiten kent. Ook nog een tip natuurlijk. Focus gewoon op één synth en zorg ervoor dat je die echt goed van buiten kent. En ga er veel verder mee geraken dan 500 plugins te hebben die je maar amper kent eigenlijk. Dan het tweede ding wat je eigenlijk ook kunt doen, is eigenlijk een klankbibliotheek aanleggen. Dat vraagt ook al wat tijd en zo. Maar je kunt bijvoorbeeld van de synths die je hebt of plugins, evengoed, de beste kiezen die je aanspreken. En maak er een apart mapje mee of schrijf die op of zo. En zo maak je natuurlijk een bibliotheek van klanken die je kunt gebruiken. Ik heb zelf ook een bibliotheek. Ik heb een samplebibliotheek, dus samples die ik vaak gebruik. En ik heb ook de beste presets van plugins of klanken die ik zelf gemaakt heb, samen verzameld in een map. Lead sounds die agressief zijn, lead sounds die warm en rond zijn. Dus ik heb ze ook een beetje gesorteerd op klankkarakter. Dus dat maakt dat je heel snel kunt zoeken naar wat je wilt natuurlijk. En nog een derde tip die eigenlijk helpt. Je muziekcollectie natuurlijk. Luistert veel naar muziek dat je tof vindt en hoort hoe ze synths gebruiken. Staan die op de achtergrond, vragen die veel aandacht. En vragen ze veel aandacht met welke klank is dat dan. En steek daar veel van op. Ik haal heel veel inspiratie uit mijn muziekcollectie. Gewoon. We een bepaalde sfeer neerzetten, ja, dan ga ik wel een beetje op zoek in mijn muziekcollectie. En dan gebruik dat gewoon als startpunt en je ziet wel waar het uitkomt natuurlijk. Dus dat zijn eigenlijk drie tips die ik kan geven om klankjes te kiezen. Zeker de bibliotheek, dat helpt u om een overzicht te houden in uw duizend en één mogelijkheden als keyboardspeler natuurlijk. Hoe best omgaan met presets? Presets zijn tof, ik kijk er niet op neer ofzo. Het enige nadeel met presets is, die zijn eigenlijk gemaakt om de synth te verkopen. Dus, of de plugin te verkopen. Dus die klinken altijd zo groot en stoer en weet ik veel hoe ze allemaal klinken. Dat is eigenlijk een beetje het nadeel. Dus ze zitten er eigenlijk meestal veel reverb op en veel delay. Dus je moet ze eigenlijk altijd wel een beetje beginnen tweaken. Dus ze zijn eigenlijk nooit echt geschikt om direct te gebruiken in je muziek natuurlijk. Maar als je er wat tijd in steekt, pakt een kwartiertje per dag of zo, komt al een heel eind natuurlijk. Haalt die reverbs eraf, tweak die een beetje, maakt die je echt eigen die sounds of die presets. Dat is een perfecte startpunt om muziek mee te maken. Dus, zeker eens gebruiken zou ik zeggen. Maar,
echt je eigen karakter een beetje in het.